De kerst op de taal. Ik ben nu een beetje in verwarring. Moet ik het in het Nederlands doen of in het Engels? En vraag me, vraag me niet wat makkelijker is, want ik weet het niet. Um, nou, laat ik het gewoon een keer in het Nederlands doen. Dan uh, hebben we de opname in het, uh, in het Nederlands. Um, ja, beyond... Ja, nou, ga ik toch weer in het Engels, hè. Beyond the fairy tale. Uh, om beyond the fairy tale te gaan, uh, uh, moet je toch even door die fairy tale heen. En uh, zoals we allemaal weten, fairy tales beginnen allemaal met uh, once upon a time. Once upon a time. En voor een aantal van, uh, van jullie zal dat uh, gisteren geweest zijn, misschien tien jaar geleden. Uh, bij, bij Lemon uh, iets langer geleden, bij anderen uh, misschien uh, ja, wat, wat korter geleden, misschien zelfs morgen. Maar de manier waarop we software bouwden, ik laat het maar even verleden tijd gebruiken, was uh, vooral, en, en Ted Newhart heeft dat heel mooi verwoord, in de, de, de BBC architecture. En... BBC staat hier voor Boxbox box, Cylinder, heeft niks te maken met, is, uh, met een broadcasting company uit, uh, uit Britain. Maar we hebben onze, uh, onze cilinder. En een bedrijf, het belangrijkste wat een bedrijf heeft, is zijn data. Daar zijn we denk ik wel over eens, daar hebben we ook al een paar keer een praatje over uh, gehoord vandaag. Het belangrijkste uh, is die data. En we willen natuurlijk niet dat mensen direct in die data gaan zitten uh, rommelen. Dus we bouwen daar een box voor. En in die box stoppen we alle. Business logica, op welke manier willen wij dat die data aangepast kan worden? Ja, we willen ook niet dat gebruikers direct in die box gaan zitten, want het is niet heel gebruiksvriendelijk. Dus we zetten er nog een box voor en in die box, daar zit alle logica die uh, ervoor zorgt dat onze gebruikers op een prettige manier met ons systeem kunnen omgaan. Sommigen van jullie zullen het herkennen als de layered architecture, de gelaagde architectuur, uh, lasagne architectuur, hoe je het wil, uh, hoe je het wil noemen. En deze stijl komt uit de jaren 70. Ongetwijfeld kun je nog wel wat, uh, wat referenties naar vinden naar de jaren 60. Uh, ik was er zelf niet in de jaren 70, dus ik moet dat ook uit uh, documentatie halen. Um, maar als je bedenkt dat de problemen toen, wat die waren, en als je dan realiseert dat we nu nog steeds, we als een heel collectief geheel, nog steeds dit als dominante architecturele stijl hebben, dan vind ik dat ook toch ja, opmerkelijk. En veel van die software vandaag de dag is geworden tot wat in domain-driven design een big ball of mud heet. En hier zie je zo'n voorbeeld. Um, mud is dan de, denk ik een, een vriendelijke term voor iets wat eigenlijk iets heel anders is. En in dit geval zit ook de architect er nog bovenop. En die architect heeft gewoon niet in de gaten wat dit geworden is. Hè. Die heeft een heel mooi schema getekend, een heel mooi ontwerp gemaakt, en is ook echt oprecht trots op, op de creatie van dit. Um, mooi stukje werk. Uh, perfect rond, zoals we het willen hebben. Um, nou, het probleem van een, van een big ball of mud, en daar komt de naam ook vandaan, is dat, net zoals bij modder, um, er zit geen duidelijke interne structuur meer in. Je kunt niet meer structurele veranderingen aanbrengen in een bal modder. Um, en als je dat wel probeert, dan valt hij uit elkaar en dan doet hij het niet meer. En dat zou je kunnen herkennen in, in projecten waar je aan werkt, dat uh, zeker als je te maken hebt met legacy systemen, de wijzigingen in dat soort legacy systemen bevinden zich vooral aan de buitenkant. Je kunt een nieuwe modder aan vastplakken, maar je kunt niet meer de interne structuur veranderen. En het herkennen dat je met een, uh, een modderbal uh, bezig bent, klinkt wel heel raar in het Nederlands, uh, is, is een heel belangrijk onderdeel om te kunnen bepalen hoeveel je nog met zo'n systeem uh, kan. Gelukkig 2014, de wereld stond op zijn kop. Ik weet niet of jullie het allemaal gemerkt hebben, um, maar uh, microservices kwamen eraan. Microservices, de knight in shiny armor, die komt ons even redden van al die problemen die wij hebben. Wij, uh, wij voetvolk, uh, moeten gered worden door die, uh, uh, door die ridder. En uh, microservices gaat het wel even oplossen. Want wat wij gaan doen, is wij gaan al die grote problemen die we hebben, al die grote modderballen, die gaan we niet meer zo bouwen. We gaan ze nu. Klein maken. We gaan kleine systeempjes maken die heel makkelijk te vervangen zijn. Wie heeft er wel eens gehoord van de Two Pizza Team? Wie heeft er wel eens gewerkt in een Two Pizza Team? Oh, toch wel. Hadden jullie honger? Hoe, hoe realistisch is dat? Hè? Dat je een, een component bouwt en dat alle componenten in het systeem... allemaal vervangbaar zijn door, door dit Two Pizza Team in een paar dagen. Dat is een heel leuke filosofie. En als je het kan bereiken, helemaal fantastisch. Maar... Ik heb zo mijn vragen bij de, bij de uitvoering. Dus we gingen de, de, de big ball of mud gingen we voortaan opknippen en we gaan allemaal kleine, kleine componentjes bouwen. En tot mijn grote verbazing kreeg ik een, uh, wat is een jaar of drie geleden, het was net voor, uh, voor COVID, kreeg ik een uh, paper onder, uh, onder ogen van een bedrijf, en ik ga de naam van het bedrijf niet noemen omdat de context niet heel erg positief is. En uh, dat bedrijf zal er niet blij mee zijn dat er recordings uh, over YouTube gaan waarin ik dit uh, zo roep. Maar goed, ze hebben de paper geschreven. En zij zeiden van, nee, je moet niet zomaar microservices gaan bouwen. zomaar alles willekeurig opknippen. Nou, heel goed. Hè? Dat is hoopvol. Als iemand zo de inleiding begint. Dan, uh, dan lees ik door. Hoe dan wel? Nou, het is belangrijk dat je je services onderverdeelt in een aantal categorieën. En een van die categorieën, dat noemen ze dan entity services. Die, uh, ...die zorgen ervoor dat, dat de, de, de state van je, van je systeem... ...de conceptuele componenten die je hebt... Hè, ...dus je, uh, dingen als uh, klantgegevens, uh, productgegevens, ordergegevens... Uh, ...verkoopdata, shipping, uh, et cetera, die, uh, die sla je daarin op. Elke service heeft zijn eigen groepje data die die, die, die beheert. Vervolgens uh, zet je daarvoor, zet je services die... De businesslogica rondom die entiteiten goed kent. Die bepaalt van nou, als dit hier gebeurt, dan moet dat daar gebeuren, en op deze manier moet dat gecoördineerd worden, et cetera. En je hebt de categorie de BFF. Not your best friend forever, maar de backend for frontend. En dat zijn de services die praten met een specifiek type frontend, uh, want uh, zij hebben nogal een uh, multiplatform uh, multi uh, uh, omgeving. Uh, je kan een app gebruiken, je kan uh, via de website en dan. Dan raak je net verschillende endpoints. Dus verschillende services die zich richten op een bepaalde doelgroep. Komt dit bekend voor? Volgens mij nog niet zo heel erg once upon a time, maar ongeveer drie minuten geleden. Dus dit is Boxbox -box Cylinder in zichzelf. Dus we hebben nu Boxbox -box Cylinders in Boxbox -box Cylinders gebouwd. Ik heb niet heel veel vertrouwen in die ridder meer, om heel eerlijk te zijn. En wat we nu aan het doen zijn, en met we bedoel ik de meest collectieve term van we die mogelijk is. Uh, dus niet jullie, maar zij. Hè? Maar goed, om, om niet al te agressief over te komen voor hun noemen we het ze, uh, we. Um, maar we hebben de, 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 de practices, de, de, de manieren, de methoden gebruikt om een big ball of mud te maken. En we hebben het aantal uh, deployment units verhoogd. We zijn gewoon meer van die dingen gaan deployen. Nou, wat krijg je als je modder maakt en dan het aantal, eh, laten we het gewoon modder noemen, eh, en het aantal deployment daarvoor, eh, het aantal deployment units gaan vergroten? Wat krijg je dan? Een grote hoop. <tus> Een hoop. En dit, dit wordt ook wel de distributed monolith genoemd. En eh, ja, de, de grap het is eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, in de laatste jaren, voordat ik uh, Axonic oprichtte, dat was zo, uh, dat is in 2017 gebeurd, uh, was ik uh, troubleshooter op projecten. Dus ik ging naar projecten toe waar het niet heel erg lekker liep. Dus ik maakte ook altijd een grap. Als je mij ziet op je project, dan uh, moet je je zorgen gaan maken. Um, ik hou mezelf altijd voor dat de correlatie is dat het project slecht ging, en ik daarom daar was en niet andersom. Maar, wat ik zag, is dat heel veel van die projecten slecht gingen, omdat ze begonnen met microservices en eigenlijk dit aan het bouwen waren. Eigenlijk dat aan het bouwen waren, maar dan het aantal deployment units gewoon vergroot hadden. Waar we ons op moeten richten, en dit is al zo oud als. Uh, ja, de weg naar Rome is misschien wat overdreven, maar. Voor zover ik me kan herinneren, hebben we altijd gepraat over betere modulariteit. En dat uh, begon met uh, COM-componenten en. Uh, uh, misschien kent iemand UDDI nog van uh, de microservices, dat ging alles oplossen. Want er waren uh, microservices modulair en discoverable en het ging allemaal helemaal fantastisch. Dus die modulariteit, die zoektocht naar betere modulariteit, die is al zo oud als, als IT zelf. Gelukkig uh, uh, werk ik hier met een PowerPoint-presentatie, dus dat is een stuk makkelijker. Uh, de manier waarop je een PowerPoint-modulariteit aangeeft, is gebruik felle kleurtjes. En zorg ervoor dat niet alle componentjes lijntjes hebben naar alle andere componentjes. En dan heb je modulariteit. In software gaat dat natuurlijk iets anders. En is het ook een heel, uh, ja, is het gewoon heel complex om de juiste vorm van modulariteit te vinden. En er zijn heel veel definities van. En iedereen is met elkaar oneens over de definities. Dus ik ga me daar ook niet aan wagen. Maar systemen die heerlijk modulair zijn laat ik het maar even zo noemen. Die, uh, die zijn veel makkelijker aanpasbaar. Dus je merkt daarin dat als er een, een wijziging is in de requirements, dat je naar één plek in de code moet en dat je die ene plek kan aanpassen en dan is het ook klaar. Als je dat be kan bewerkstelligen, dan heb je de beste vorm van modulariteit die er, die er is. En de impact op andere modules is uh, nagenoeg niet heel of in ieder geval voorspelbaar. Klinkt als een walhalla. En dan kunnen we gaan denken over het vergroten van uh, het aantal deployment units uh, dat we hebben. Dus we kunnen gaan denken aan kleinere componenten die we los van elkaar gaan deployen. En dat zijn de microservices die we daarboven hebben. Alleen, net als in elk uh, fairytale uh, sprookje, ik moest heel even nadenken wat het Nederlandse woord ervoor is. In elk sprookje is er natuurlijk altijd een, uh, een, uh, een slechte heks of, uh, uh, of iets, hè? een uh, genderneutrale heks, MV. Maar... In de IT hebben we dat ook en uh, ik noem het daar anti-modularity forces. En die hebben allerlei verschillende verschijningsvormen. Het kan beginnen met een uh, deadline die wordt verschoven, meestal niet naar achter, maar meestal dichterbij. Uh, de scope verandert, uh, we moeten nu iets anders gaan doen, dus laat even vallen wat je, wat je aan het doen was. Uh, developers doen het, ook aan zich, uh, doen het zichzelf ook aan: uh, van oh ja, dit, dit, dit moeten we een keer gaan aanpakken. Uh, ik laat het nu even zo en dan uh, maandag ik denk een goede dag, dan gaan we dat even doen. Ja, ik weet niet of die maandag al gekomen is, maar meestal, uh, meestal niet. Dus we maken ook keuzes die, uh, waarvan we zeggen: van, ja, dat, dat werkt nu wel even goed en dat moeten we nog eens een keer doen. Maar we moeten ook niet onderschatten dat heel veel systemen die we bouwen, daar hebben we nog helemaal geen goed begrip van wat dat systeem nou werkelijk moet doen. Systeem in de breedste context. Hè? We beginnen aan een project. En terwijl we aan het, met dat project bezig zijn, zijn we aan het leren over de context waarin dat project werkt, de context waarin dat systeem uh, zijn, zijn werk moet doen. Um, en naarmate we die, die informatie verkrijgen, komen we erachter dat we keuzes hebben gemaakt op basis van onwetendheid, die we nu anders gemaakt hadden willen hebben. En nu wil ik dat je je voorstelt dat je een naam hebt gekozen voor een bepaald concept en je wil die naam veranderen. Als je een monolith hebt, dan heb je een uh, development-omgeving. En dan kun je zeggen van, nou, uh, lieve IDE, uh, die naam hier, die moet even anders zijn. Dus uh, doe even een uh, find and replace in de hele codebase en alles is anders. Nou, dan werkt dat en dan compile dat en dan commit je dat. Je pusht het naar productie en je bent klaar. Op het moment dat je microservices gaat, uh, gaat, gaat gebruiken, dan zal die naamswijziging in een van die microservices moeten beginnen. Maar waarschijnlijk wordt die naam ook in API's gebruikt. Dus zodra je daar een wijziging aanbrengt, is er een andere service die nog afhankelijk is van de oude naam. Dus in die wijziging moet je zowel de oude als de nieuwe naam nog kunnen gebruiken. Dan moet je de nieuwe services gaan ombouwen om de nieuwe naam te gebruiken. En dat uh, all the way tot, tot aan je BFF's aan toe. En als je dat dan gedaan hebt, dan ga je weer helemaal naar achter en dan ga je de oude naam verwijderen. En dat kan je dan stap voor stap uh, doen. Ja. Je ziet dat het al een aanzienlijk stuk langer duurt om zo'n heel simpel ding als een naamswijziging door te voeren. In, uh, in een het is een oogenschijnlijk simpele change. Uh, en dan krijg je de opmerkingen: ik snap niet waarom het zo lang moet duren. Ja, die, die kennen wij als developers wel, hè? dat soort. Uh, ja. um, voor de non-developers, zeg dat alsjeblieft niet, want het doet echt pijn. <laughs> ja? het, echt, het komt echt die komt binnen. Maar gelukkig, um, er, is, er is nog een ridder en die ridder heet events. En events gaan ons, uh, gaan ons redden. We gaan, we gaan alles event driven bouwen en dan zijn alle problemen weg. Dat hebben we net ook twee keer gehoord. Gewoon events gebruiken en één uh, staat gewoon 4-1 voor. Zo okay? so, so simpel is het. <coughs> nou, het idee van, uh, van events is, uh, is vrij simpel. Uh, heel traditioneel als je twee services had en uh, service B moet iets doen nadat nou, service A uh, zijn, zijn taak voltooid heeft dan uh, kon je een aanroep doen hè, van, uh, nou, service A is klaar. Dus we zeggen gewoon tegen B van, joh, nou is het jouw beurt. Hier is, wat hier is wat data en doe je ding. Nou is natuurlijk de uitdaging daar, dat als er uh, nieuwe requirements zijn, en daar komen nieuwe services voor, dat dan ook service A die nieuwe services moet kennen. Nou, dan krijgt A toch wel heel veel verantwoordelijkheid voor het coördineren van al die activiteiten, die misschien helemaal logischerwijs niet bij A thuishoren. Nou, daar komt onze ridder. We gaan events gebruiken, dus we gaan ervoor zorgen dat A een, een berichtje gaat broadcasten. Dus die, die plaatst een berichtje op een kanaal die wij, uh, die wij allemaal kennen. Uh, en uh, services B, C en D, die luisteren naar dat kanaal en als er iets gebeurt wat ze relevant vinden, dan doen ze daar wat mee. Dus op deze manier is service A niet meer bekend met uh, het feit dat services B, C en D bestaan en uh, is er eigenlijk helemaal niet ge geïnteresseerd in, in of ze dat dan direct afluisteren. of... Of we een replay doen later of wat dan ook. Of gewoon uh, met vertraging uh, kijken. Dat heb je bij voetbalwedstrijden trouwens ook. Om die analogie nog even door te trekken. En Dan hoor je de buren juichen. En dan zit jij nog net met, uh, met de trap af te vragen: gaat hij erin? Ja, dat is, dat is ook niet leuk. Je kan beter bij de buren gaan kijken of de ramen goed dicht doen. Um, ik had dat uh, afgelopen zondag met Formule 1. Ik hoor opeens bij de buren: Oh! En dan, ja, ik denk: wat, 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 wat dan? Ja, dat uh, is toch wat minder. Maar wat we dus kunnen doen met die events, dat is prachtig, dan kunnen we echt alle problemen mee oplossen. Wat we gaan doen is dat alle communicatie van al die services nu alleen nog maar met events gebeurt. Natuurlijk wel, even laten we wel realistisch blijven, we blijven wel onze entity services, business services en BFF uh, services blijven wel houden. Want die waren natuurlijk aan een fantastische idee om mee te beginnen. Dus... Door onze communicatiekanalen te veranderen. En, en er zijn oprecht. Ik zeg het nu allemaal een beetje gek en sarcastisch, maar er zijn echt oprecht projecten die geloven dat als je maar een eventbus in het midden zet, dat alle problemen als, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zit er iemand hier die de deur toe te geven dat hij dat ook vindt? Dus een kleine samenvatting van, van, dit, van dit ellendige verhaaltje, is: we waren gewend om, om box, box cylinder te doen. Maar ja, dat geef, gaf ons een. Een, een modderbal. Dus we gingen microservices doen, maar ja, dat gaf ons de, de big pile of mud. Uh, dus nu doen we maar uh, event-driven microservices, zodat we eindelijk onze rainbows en unicorns hebben. Ja. Dit is ongeveer de samenvatting van de afgelopen twintig jaar aan voortgang in, uh, in software engineering. Uh, vrees ik. Uh, overigens heeft mijn achtjarige dochter dat, uh, mij af, afgedwongen dat dat plaatje er, erin kwam. En de manier waarop we, waarop we de term event gebruiken is een beetje, en hier moeten we even spieken altijd uh, wat er nou precies staat. A magical pixie dust produced by unicorns used by software developers to make their products scale, perform and do exactly what the product owner intended. Het wordt een beetje neergezet als een soort magisch, uh, magisch poedertje wat we gewoon kunnen gebruiken en dan komt alles wel goed. Hè? Het performt, is dus allemaal lekker asynchroon en lekker uh, modulair. Um, ja, <clears throat> maar ondertussen. Um, Iets realistischer, maar nog steeds uh, met een korrel zout te nemen. Uh, anything that resembles asynchronous communication. Dus heel vaak wordt de term event gebruikt gewoon om asynchrone communicatie. Uh, uh, waar, waar dat bedoeld wordt. En dat is niet altijd hetzelfde. En het probleem dat wij een beetje hebben. En ik ben er ook uh, uh, schuldig aan, moet ik eerlijk bekennen. Maar we zijn heel goed in, in elkaar een beeld schetsen van een prachtige omgeving. Doe gewoon dit en dan komt het goed. Kijk maar, het heeft voor mij een project ook gewerkt. En dat is een super onbelangrijk project in mijn huidkamersituatie. Maar, uh, anyway, als ik het maar nou op een conferentie presenteer, dan lijkt het wel groot. En uh, wie, wie heeft er het Spotify-model uh, gebruikt? Ja? Welk bedrijf heeft niet het Spotify-model gebruikt? Spotify, ja, precies. Dat is ooit een keer als een, als een idee gebracht van hey, een mooi plaatje. Hey, zo zou het fantastisch zijn. Ja, dat heeft Spotify nooit gedaan. Want ze wisten zelf ook, dat gaat helemaal niet werken, maar vervolgens, uh, iedereen doet het. Uh, ik heb wel bedrijven gezien waar het werkt, maar um, ja. het, waar we het wat minder over hebben, dat zijn de, de, de kleine dingetjes die ons leven heel erg zuur kunnen maken. En uh, In, in event-driven systemen zijn er heel veel van die kleine mugjes. En um, die zijn op zich niet zo'n heel groot probleem. Um, zeker de mannetjes niet. Nee. Maar um, die zijn zeker niet zo'n probleem als je er maar goed op voorbereid bent. Met een goede voorbereiding kan je ervoor zorgen dat die hele vervelende bijeffecten die je hebt uh, in, in zo'n uh, zo event-driven architecture, dat die, uh, dat die geen muggenbulten veroorzaken. En daar zou ik het zo nog even over hebben. Dus... Er is een bepaald uh, routepad wat je kan, uh, uh, kan schetsen om van uh, een, een idee te gaan. Dit is het, uh, mijn, uh, mijn icoontje voor een idee, voor een mechanisme dat leidt tot een oplossing. En heel veel mensen hebben dan het idee van hé, hey, we moeten een systeem bouwen om dit probleem op te lossen, of uh, om, om dit uh, te kunnen doen. En uh, laten we dat met microservices doen. En als jij de neiging hebt om direct aan microservices te beginnen, dan is de kans groot dat je in een, uh, ja, in een uh, wat moeilijke. Wat moeilijk het toch belandt en uh, ja, niet alle projecten overleven dat. Uh, maar als je het dan wel overleeft, dan kom je waarschijnlijk niet precies uit op de plek waar je dacht dat je wilde uitkomen. En dan zit je toch weer aan zo'n distributed monolith vast. Ik heb heel veel projecten gezien, zeker in die, uh, die laatste jaren van, uh, van troubleshooting. Um, waar, waar uh, dat noemen we gekscheren, noun-driven design. Ik weet niet, uh, ik heb, ik heb uh, op de universiteit heb ik, uh, OO geleerd door te, uh, te lezen in een specificatie en dan ging je kijken naar de zelfstandig naamwoorden. Dat waren je objecten. En de werkwoorden, dat waren je operaties op die objecten. Nou, dat hebben we nu een beetje vertaald naar microservices. Dus kom je een zelfstandig naamwoord tegen, is dat een service. En alle werkwoorden, dat zijn get, post, put of delete operaties op die, uh, op die services. Ja, uh, niet helemaal, uh, volgens mij niet helemaal wat we zouden moeten doen. De route die ik aanbeveel... Is een route waarbij we eerst eens gaan een goede monoliet gaan bouwen. Laten we nou eerst eens een monoliet bouwen die niet tot een big ball of mud gaat, uh, gaat uh, uh, ver, ja, verpulveren, of hoe moeten we dat noemen? tot degraderen. Um, maar laten we nou eerst eens die monoliet bouwen, want in die monoliet kunnen we leren wat nou de beste vorm van modulariteit is in ons systeem. Daar kunnen we makkelijk nog die refactoring doen van, oh, dat component, dat blauwe componentje dat daaronder bungelt, dat, dat zou eigenlijk bij die groene moeten zijn, want die verandert altijd samen met die groene. Dus die hoort daar, dus laten we hem daar naartoe uh, verslepen. En dat kan nog in zo'n uh, zo monolith. Dan heb je nog niet al die overhead van wijzigingen die je bij microservices hebt. En als er dan een noodzaak is om bepaalde componenten te gaan splitsen, dan kunnen we die eruit gaan halen. Dan kunnen we zo'n component eruit gaan halen en zeggen, nou, de... Dat blauwe component wordt door een ander team gebouwd. Of dat blauwe component dat gebruikt zoveel geheugen dat uh, de, de rest van die componenten niet meer functioneert. En uh, de, de ding dat uh, ding pakt alles wat hij pakken kan. Dus laten we dat in een uh, uh, het, het bulkheading pattern: is dat is dat wat, wat schepen ook gebruiken. Die zorgen er gewoon dat compartimenten onafhankelijk kunnen onderlopen. Dat heeft vooral bij de Titanic heel goed gewerkt. En uh, op die manier, als er dan één, één uh, component faalt, dan heeft de rest er geen last van, en kan de rest gewoon door. Uh, en naarmate de tijd voordat, kunnen we meer componenten gaan extraheren en dan komen we wel uit op, op iets wat uiteindelijk uh, microservicesachtig aanvoelt. Ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je een monolith bouwt die je vervolgens ook weer kan, uh, uh, kan door evolueren? En daar heeft Domain Driven Design een belangrijke rol in. Wie heeft hier nog nooit van Domain Driven Design gehoord? Eentje. Ja. Dat uh, valt me reuze mee. Nou moet ik wel zeggen dat uh, deze regio, hier tussen uh, uh, Antwerpen en Brussel en ook nog een klein beetje daarom, daaromheen, uh, het uh, Europese epicentrum van Domain Driven Design is. Dus het is ooit begonnen, het boek is geschreven in, uh, in de VS. En dat is op de een of andere manier hier beland en hier is het uh, redelijk gaan, uh, gaan groeien. Er is ook een hele sterke community hier. Dus uh, het, het verbaast me niet heel erg dat, uh, dat iedereen het wel een keer gehoord heeft hier. Maar het idee van domain-driven design, om het even in eigen woorden kort te vertellen, is: Het idee van domain-driven design is dat we onze software bouwen in een bepaald domein. En een domein is de wereld om ons heen, die bepaalt dat er bepaalde regels zijn die we moeten hanteren, er zijn bepaalde gebruiken, er zijn gewoon dingen hoe we dingen noemen. Er zijn heel veel activiteiten daar al die, waar we gewoon ons moeten aanpassen. Daarin, in die omgeving, moeten wij ons systeem gaan bouwen. En van dat, uh, van dat domein gaan wij een model maken. Een model waarin we bepaalde elementen kiezen die ons helpen om ons probleem op te lossen. En uh, dat model uh, is niet een exacte replica van, van die wereld. Hè, want dan, uh, dan hadden we dit niet gehad. Dan hadden we zo'n zo bolletje gehad, denk ik. Um, maar die, uh, dat model helpt ons om bepaalde problemen op te lossen. En dit is een voorbeeld van zo'n uh, zo model. Die... Eigenlijk als je erover nadenkt is het echt geweldig hoe ze hebben bedacht dat je dat op die manier kan, kan doen. Uh, maar die informatie is een beetje verloren gegaan omdat in het onderwijs ons niet alleen maar de old school uh, datatechnieken worden geleerd, maar er wordt ook geleerd dat dit uh, is hoe de wereld eruit ziet. Dus wordt ons ook geleerd dat Groenland een gigantisch groot land is, waar uh, Mexico wel zeker tien keer in past uh, en uh, Canada is aanzienlijk groter dan Noord-Amerika, of dan, uh, ja, dan de Verenigde Staten. Uh, dat is niet zo. Weet iemand toevallig waar dit uh, wel toe dient? Dan even de usual suspects, even niet. Uh, <laughs> Weet iemand dit? Navigatie op de scheepvaart. Ja, dus heel specifiek, navigatie op, uh, in de scheepvaart. Wat, uh, wat hier zo geniaal gedaan is, is dat je een, uh, twee uh, punten op de kaart kan tekenen aan de kust, dat is wel belangrijk. En dat je een lijn kan trekken tussen die twee punten. En de hoek van die lijn geeft aan in welke richting je moet zeilen. Of varen in het algemeen. En het aantal vierkantjes, ja dat is een vierkantje, uh, geeft aan uh, hoe ver je moet. Hoe ver het ongeveer is uh, om, om daar te komen. Um, nou is er nog één andere specifieke keuze gemaakt, die vaak wordt overgeslagen. En ik ben blij dat ik nu weer in Europa ben om dit verhaal te doen. Want een uh, uh, paar weken geleden was, deed ik dit in de VS. En toen had ik echt geen idee wat ik bedoelde. Uh, maar dit is voor uh, navigatie van en naar uh, de, de Amerika's. En daarom staat die in het midden. Wij weten natuurlijk beter, dat hoort niet in het midden. GMT hoort in het midden. Wij, hè? Wij horen in het midden. Maar goed, dat snappen zij niet. Maar dat maakt niet uit. Um, maar van en naar Amerika. Want als je van uh, Australië naar, uh, naar India wil. Nou goed, uh, los van dat je geen lijn kan tekenen. Maar je kan wel. Een, uh, ja, dan, dan nemen we toch wel een beetje de, uh, de verkeerde route, zal ik maar zeggen. Dus dan werkt die kaart niet zo heel goed. Hier is een ander uh, model van de wereld. Um, dit is een uh, oude kaart van China, zoals je aan de datum kunt zien. Um, maar dit is, uh, dit is China, het zwarte. En in die witte rand eromheen is de rest van de wereld. Nou, je kunt je voorstellen dat uh, navigatie in een bootje uh, niet echt het uh, probleem was waar de, de oude Chinezen mee, uh, mee zaten. Die hadden hele andere problemen op te lossen, die veel meer met binnenlandse aangelegenheden te maken hebben. En dan is zo'n kaart veel handiger dan die kaart die we net. Uh, zagen van, uh, uh, van ons. Is de ene goed en de andere niet? Nee, zeker niet. Het hangt heel erg van het probleem af. Alleen ons probleem, wat we onszelf hebben opgelegd, is dat we vaak een model gebruiken dat gebouwd is om het ene probleem op te lossen. Daar gaan we dan proberen alle problemen mee op te lossen. En daar zijn we in software vooral heel goed in. Laten we een canonical domeinmodel bouwen. Wie heeft er een canonical domeinmodel aan de muur hangen? Ah, dat is niet waar. Zeker niet. Ergens, digitale muur. Ik vond het altijd prachtig om bij, uh, bij bedrijven langs te komen en dan, uh, dan had je zo'n uh, zo open uh, uh, floor space en er zat iedereen te werken. En dan hing er een, uh, een, een uh, uitgeprinte versie, het liefst op zo groot mogelijk papier natuurlijk. Die hing dan aan de muur en dan herkende je al de vierkantjes en de pijltjes en dan ging ik er gewoon bij staan. En de grap is, als je erbij staat en even naar kijkt, dan zie je ook wel wat termen die je dan herkent. Maar de grap was, het was eigenlijk een soort van vissen. De, 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 de eigenaar van dat model, die komt altijd naar je toe om te vragen hè, van, nee, hey, die is natuurlijk trots, hè, dat is dat, 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 dat beestje bovenop die bal modder, zo maar even zeggen. Die komt naar je toe om dat gesprek aan te gaan. En ik vond het altijd heel, heel leuk om te luisteren wat iemand beweegt om zo'n model te maken, wat, wat, die, wat de verwachtingen van die persoon zijn. En dat liep heel erg uit één van heel realistisch. Nee, dit is een, een, een communicatiemodel zodat we met z'n allen een beetje snappen wat 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 is. Nou, fantastisch, hè. wij mensen moeten met elkaar leren communiceren. Maar soms was het ook, nee, ik wil dat alle softwarecomponenten dit model gaan gebruiken om, om intern hun data op te slaan. Want dit is de beste manier. Ja, voor welk probleem dan? Ja, voor alle problemen die we hebben. Uh -huh. dan kan je het best doorlopen. Geen gekke bewegingen maken, rustig. Rustig weglopen. Domain Driven Design, daar is een heel mooi dik boek over geschreven. Uh, kan ik je zeker aanraden om proberen te lezen. Uh, ik zou het meerdere keren proberen, en dan heb je wat meer kans dat het ook lukt. Maar het is hele taaie stof. Maar het belangrijkste is dat hij een aantal patronen geeft. Een aantal dingen die we kunnen doen. Een aantal termen geeft aan, aan concepten, aan, aan ideeën. Maar eigenlijk zijn de belangrijkste toch wel de, de strategische patronen die erin zitten. Developers zullen zich meer tot, uh, tot de tactische patronen aangetrokken voelen. Maar zeker in microservices-wereld uh, zijn dingen als context mapping uh, heel erg belangrijk. En dat is de manier waarop we willen dat de communicatie tussen componenten plaatsvindt. Wie is de eigenaar van die communicatie? Op welke manier wordt die gepubliceerd en hoe gaan we met wijzigingen om? Um, als je bedenkt dat dit boek in 2003 geschreven is en, en microservices pas rond 2014, daar is de eerste grote publicatie uh, uh, verschenen, dan is het toch best wel knap dat dit een, uh, een, een werk is die uh, meer betekend heeft voor microservices dan, uh, dan de meeste boeken die daarna verschenen zijn. Maar het belangrijkste is dat Domain Driven Design structuur geeft aan een, een model of aan een stuk software. Het geeft ons die PowerPoint uh, uh, felle kleurtjes en, en het maakt stippenlijntjes van sommige lijntjes. Het geeft ons veel meer structuur om te herkennen wat bij elkaar hoort en, uh, en wat niet bij elkaar, uh, bij elkaar hoort. En dat geeft ons de mogelijkheid om wat dichter bij die ideale uh, monolith te komen... Maar nog steeds een monoliet en het geeft ons geen enkele methode om die reis verder te maken. Dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat we willen. We willen niet een reis starten uh, richting microservices en dan eindigen op een plek waar we voor altijd vastzitten in die, uh, die monoliet. En er is, um, er is een interessant uh, uh, werk, de uh, Reactive Manifesto. Ik weet niet uh, wie uh, die toevallig gezien heeft of misschien zelfs ondertekend. Um, toen hij verscheen, had ik hem gelezen en dacht ik, hé, hey, dit, uh, dit is interessant, uh, die, uh, die ga ik ondertekenen. Heb ik ook gedaan, het is gewoon een digitaal aantekeningetje. Nou, goed, je e-mailadres staat erbij, dus iedereen kan tot het einde van de dagen zien dat mijn mening was dat ik daarmee akkoord ging. En dit is een diagram daarvan. En, en het, uh, het idee achter, uh, achter die reactive manifesto is, en dit gaat niet over uh, uh, reactive uh, UI's, of, uh, maar dit gaat over reactive systems. Dus, uh, het idee van een reactive system is dat als je er al in prikt, dan reageert hij. Dat is een beetje heel uh, plat gezegd. Dus het is responsive. Dus als jij dat systeem vraagt wat te doen, dan doet hij wat. Dat is eigenlijk heel, uh, heel simpel. Uh, helaas zijn er heel veel systemen die dat niet doen. Um, maar dat betekent ook dat we een, een systeem uitbreidbaar en onderhoudbaar willen hebben. En dat heeft beide te maken met wijzigingen. Uh, het extensible heeft te maken met het feit dat uh, de, de requirements veranderen. En we willen de, het systeem uh, kunnen aanpassen aan de veranderende wereld van die requirements. En Maintainable betekent dat de technische wereld verandert ondertussen ook. En er zijn van die uh, uh, mensen met, uh, die zwarte hoodies op hebben en een zonnebril in een donker zolderkamertje uh, achter een computer zitten om uh, in andere systemen te, uh, te terecht te komen. Um, in realiteit hebben ze geen zonnebril en geen hoodie, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het wat minder, uh, wat minder sexy. Maar, dus we moeten ook die security-standaarden bijvoorbeeld moeten we updaten. We moeten ervoor zorgen dat de, de, de software zoals we het hebben ook in die nieuwe technische omgeving mee kan blijven komen. En dat is maintainable. Om dat te doen moeten we een systeem bouwen dat elastisch en uh, ja, uh, resilient. Uh, hoe gaan we dit vertalen? Ik doe dit praatje normaal in het Engels als je merkt. Maar uh, resilient laten we het maar noemen uh, is. Dat betekent dat als je het omgooit, dat het op de een of andere manier weer uh, rechtop kan komen. He, dus het kan ervoor zorgen dat uh, als, er een, uh, als er een component fout gaat, dat het niet net als de Titanic gewoon uh, naar, de, naar de zeebodem zakt. Maar dat alleen dat component fout is en de rest in ieder geval kan doorgaan. Elastic betekent dat naarmate het gebruik van, uh, van mensen groeit of verandert, dat het systeem zich kan aanpassen door bepaalde delen op en af te schalen. En om dat te kunnen doen, moet een systeem message-driven zijn. En message-driven hebben we eerder gezien: dat waren onze events. Right? Events, messages, fantastisch, probleem opgelost toch. Uh, overigens is dit de URL: uh, dit is niet uh, het document waar deze diagram vandaan komt. De Reactive Principles is de, uh, de opvolger van de Reactive Manifesto. Uh, ik heb uh, de, de eer gehad om een aantal stukjes tekst daarvoor ook aan te mogen leveren, dus uh, mijn naam staat in de, in de auteurs genoemd. Maar uh, los daarvan kan ik je ze zeker aanraden om, uh, om, om dat te lezen, omdat er echt een, uh, het is een redelijk hoog uh, abstractieniveau, dus daar worden geen tools in, uh, in aanbevolen, het gaat echt puur over concepten en hoe, uh, hoe zorgen we ervoor dat eigenlijk dat message-driven, uh, message resilience, elasticity, et cetera, het best tot z'n recht komt. Maar als we nou over messages denken, dan denken we aan events. Want dat hebben we eerder gezien. En event-driven microservices, dat is, een, dat is een, hele, een hele goede fairy tale. En een event beschrijft, normaliter iets dat gebeurd is. Dus we beschrijven een feit die heeft plaatsgevonden in een systeem. En nu kun je in principe alles modelleren of vormgeven als een feit dat heeft plaatsgevonden in een systeem. Dus je zou kunnen zeggen van hé, hey, ik heb een betaling nodig. En dan hoop je dat er een betaalsysteem ineens dat luistert en denkt van, nou, dan voel ik me geroepen om dat eens te gaan doen. En ik zou je een, een oefening willen meegeven om thuis eens te oefenen. Ja, dus als je thuis iemand hebt, die uh, een partner of een huisgenoot of whatever, maakt niet uit, om eens te proberen om een dag lang alle communicatie in vorm van events te doen. Dus alles in de verleden tijd en als feiten. Dus niet, zou je alsjeblieft een drankje uit de koelkast willen pakken, want je staat in de keuken. Nee, ik heb dorst. En daar houden we bij. Dus alleen maar puur feiten. Ik denk dat het niet heel lang gezellig blijft thuis. En toch vinden we het in softwarecomponenten heel normaal dat op die manier alle communicatie plaatsvindt. En dat het, dat het dan allemaal, het komt het allemaal wel goed. En dan nou weet ik ook wel: softwarecomponenten hebben geen emotie. Maar toch. En ik ben eens gaan, een aantal jaar geleden, ben ik. Uh, uh, kwam ik eigenlijk soort van tot een, uh, een, uh, een empirische vaststelling dat. Er zijn drie redenen zijn waarom een component in software met een ander component in software zou willen communiceren. En eentje daarvan is om aan te geven dat er iets gebeurd is. En dat is een event. He, er zijn nog steeds events. Maar soms heb je de behoefte om een component te vertellen dat hij iets moet doen. En ik zou daar zeker in de thuisomgeving ook voorzichtig mee zijn, want dat valt ook niet altijd in goede aarde. Uh, pak een biertje voor me is ook niet helemaal de manier waarop we het uh, maar. Um, uh, uh, Maak een betaling of zet een betaling klaar. Is heel normaal voor een component dat daar neergezet is om betalingen te doen. Um, en een, een command verstuur je op het moment dat jij als component wil dat het systeem in geheel uh, in, uh, in staat verandert. Dus je wilt dat het systeem iets gaat doen en dat nadat dat gedaan is, is, is het systeem in een, in een andere state dan het was voordat die, uh, die taak werd uitgevoerd. Maar soms heeft een component behoefte aan informatie, of moet het een beslissing nemen of moet het informatie tonen aan een gebruiker en het heeft die informatie niet zelf. Dan kan het component naar een ander component gaan om, om die informatie te vragen en dat is een query. Dus dat zijn de drie vormen van, van communicatie. En de grap is, als je dat aanpakt als een, een message-driven approach, dus als je die ook echt als berichten moduleert en gebruikt in je software, dan zul je zien dat die berichten bepaalde. Communicatiepatronen hebben. Een bepaalde manier waarop ze hun bestemming willen bereiken. Waar events echt als broadcast worden neergezet, hè? dus de, de televisie-broadcast. Uh, als jij wil luisteren, dan heb je op dat kanaal, wil je niet luisteren, ga je lekker naar een ander kanaal. Uh, waarbij queries veel meer, uh, uh, ja, wij noemen dat point-to-point. -point. Dus je kan een vraag stellen, uh, ik wijs iemand aan, ik stel een vraag en ik krijg een antwoord, en dan mooie, dat is dan het antwoord. Maar er zijn ook situaties waarbij je niet een. Um, een vraag stelt een één component, maar je kan een vraag stellen waar elk component zijn eigen mening over kan geven. Dus er is geen, uh, niet één bepaald correct antwoord op, op die vraag. En dan kun je wat wij noemen de scatter-gather query gebruiken. En dat heb ik hier al een paar keer gedaan. Wie weet er van domain-driven design? Ik krijg daar een aantal ja-nee antwoorden. Ik doe daar een reduction function op en dan zeg ik van, oh, bijna iedereen heeft van domain-driven design gehoord. Um, en dan heb ik mijn ene antwoord. Geen van jullie heeft dat antwoord gegeven, maar ik heb wel het antwoord op mijn vraag. En uh, opdrachten, ja, die moeten bij één bestemming aankomen die in staat is om die opdracht uit te voeren. En het maakt in principe niet zo heel veel uit welke bestemming dat is, als je het maar kan uitvoeren. En events en messages zijn dus niet hetzelfde. Ja, events zijn wel messages, maar niet alle messages zijn events. En wat dit ons geeft is een concept dat wij location transparency noemen. En Binnen uh, uh, netwerken is location transparency heel, uh, ja, is, is gemeengoed. Als wij een domeinnaam intoetsen, hebben we geen idee waar de server zich bevindt die het antwoord geeft op, op dat verzoek. Er zit een heel mechanisme achter om dat voor ons te verbergen, zodat we dat kunnen aanpassen. Het hele idee van domeinnamen is dat wij niet hoeven te weten welke server ons het antwoord geeft, zodat als de eigenaar van die server besluit om die server ergens anders neer te zetten, dat zij iets kunnen regelen, zodat die domeinnaam nog steeds bij die server terechtkomt. Dat kunnen we in software ook. Als wij zeggen: van wij kunnen dit bericht versturen, ik wil dit bericht uitgevoerd hebben, waarom kan dan niet een stuk mechanica, nou ja goed, uh, niet fysiek, maar dan virtueel, uh, ervoor zorgen dat dat bericht op de juiste bestemming aankomt, zonder dat wij als component moeten weten waar het naartoe gaat? Maar er is wel iets met, uh, met events dat, uh, dat interessant is. En uh, Events beschrijven een, een feit uit het verleden. Volgens mij moet ik een klein beetje gaan opschieten. Altijd, Ik ga altijd te lang door, excuus daarvoor. Maar er is iets interessants met, met events. En events beschrijven iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dus of het nou één milliseconde geleden was of vijf jaar, het blijft een feit dat op dat moment heeft plaatsgevonden. Misschien verandert de waarde van dat feit wel over tijd, maar het blijft nog steeds waar. Dus wat we kunnen doen, is we kunnen dat opslaan en we kunnen componenten gewoon terug laten lezen en al die events nog een keer laten afspelen zodat ze uh, nieuwe conclusies kunnen trekken. Daar hebben we net over gehoord. Um, het probleem is alleen dat dat geen event sourcing heet. Dat heet event streaming. Dus het feit dat een component events kan publiceren op een lijst en dat een andere component die, uh, die events kan, uh, uh, kan afspelen, heet event streaming. En toch hebben we net het verhaal gehoord van event sourcing. Dus ik ga even kort toelichten waar dat, uh, waar dat vandaan komt. Of waarom dat dan zo belangrijk is. En dat heeft allemaal te maken met de bron van waarheid. We zijn altijd op zoek naar uh, de bron van waarheid binnen onze systemen. Waar moeten we nou zijn om ja, de, de echte waarheid te vinden? En als we nou ons voorstellen dat we twee services hebben, en deze service, uh, de service uh, hier in het blauw, die maakt, neemt beslissingen op basis van bepaalde informatie die in zijn database heeft staan. Uh, dat is heel gebruikelijk om dat te doen. En op het moment dat hij een beslissing neemt, dan past hij die database natuurlijk aan, maar hij publiceert ook een event. Naar een eventbus. Die wordt gebroadcast naar iedereen. En uh, die zorgt ervoor dat het component daar in het paars aan de rechterkant de, uh, uh, dat bericht ontvangt. En die kan dan vervolgens in dus zijn eigen database aanpassingen maken, zodat hij weer nieuwe beslissingen kan nemen met dat nieuwe feit in, uh, uh, in beschouwing. Dat is vrij, vrij gebruikelijk, dit. Het probleem hier is dat uh, deze database een verhaal vertelt. De events die door deze bus heen gaan, die vertellen een verhaal. En die database aan de rechterkant vertelt een verhaal. Kennen jullie het spel, uh, het, uh, ja, het Engels heet het Telephone Game. Uh, Chinese Whispers wordt het ook wel eens genoemd. Niet heel erg inclusief uh, qua term, maar um, het idee is, je uh, zit een paar kinderen op een rij. Je vertelt het allemaal al oortjes dicht en het eerste kind vertelt je een verhaaltje en die vertelt het zo door. En de laatste vertelt het uh, hardop. En uh, we krijgen ze vervolgens het echte verhaal te horen, en dat is natuurlijk hilarisch, lachen, leuk, geweldig. En het is leuk omdat kinderen het doen. Het is niet zo leuk als dit de bank is die jouw fondsen beheert. Nou, ik heb wel heel slecht nieuws voor je. Dit is wel wat banken doen om fondsen te beheren, de, al die IT-systemen is gewoon één grote telefoongame. En daar gaan gewoon verhaaltjes fout. Tussen databases. En soms gaat het zo fout dat een bank een paar dagen eruit ligt. Je hoeft de kranten maar op na te slaan. Een paar jaar geleden was het in, uh, in Groot-Brittannië nog het geval. Dat gebeurt gewoon en dat gebeurt continu. Wie hier is nog nooit getuige geweest? Ik vraag niet of je schuldig bent, alleen of je getuige bent geweest. Van een situatie waarin een probleem in productie of, of ja, een probleem in een systeem is verholpen door wat velden te veranderen in een database. Wie heeft dat nog nooit gezien? Ja. oké, okay. I rest my case. En dat komt omdat ja, het systeem beslissingen neemt en dan gaat het wel fout en dan moeten we die data veranderen, want ja, het is niet helemaal de waarheid. De, de, waarheid, dit is, de, de die weergave hier is niet wat echt gebeurd is, dus we gaan het aanpassen. En als je dan twee systemen hebt die een verschillend verhaal vertellen en dat is ook wat banken doen zijn hier bankiers? Ja. <laughs> dan weet ik of ik die uitgang moet gebruiken of dat ik gewoon daar naar buiten kan. Maar um, op het moment dat twee verschillende systemen een verschillende waarheid hebben, dan kiezen we heel snel een, een, de waarheid die ons het beste uitkomt, en dan passen we het andere systeem aan naar die waarheid voordat de auditors komen. En het probleem is dat wij dus uh, naarmate dingen gebeuren, en dat hebben we net al in de presentatie gezien, uh, naarmate de dingen gebeuren uh, doen we een update van wat er in onze database staat, maar we gebruiken dit als bron van onze beslissingen. Maar. Het zijn twee verschillende waarheden. De waarheid die daadwerkelijk gebeurd is, en de waarheid die we opslaan in onze database, want we vergeten de hele historie. Maar deze waarheid heeft veel meer waarde. De waarde zit hier en niet daar. Dus waarom gooien we dat niet gewoon weg? Waarom gebruiken we dat eigenlijk nog als het gewoon niet de juiste waarheid is? Waarom gaan we niet deze database weggooien? En laten we dit component alle beslissingen nemen op basis van alle gebeurtenissen die hij in het verleden heeft gepubliceerd. En op die manier wordt dit de bron van waarheid voor alle beslissingen die vervolgens in diezelfde bron van waarheid verschijnen. En dat mechanisme heet event sourcing. Dus event sourcing is niet het genereren van events die we vervolgens ergens anders kunnen gebruiken. Nee, we genereren events en we gebruiken die events om te bepalen wat het systeem verder aan gedrag moet vertonen. En wat ons dat geeft is een event store die de uh, truth, the whole truth and nothing but the truth, zo so help us software, uh, uh, geeft. Dus het is gebeurd omdat het er staat en daarom past het systeem zijn gedrag aan. En als het niet gebeurd is of als het er niet staat, dan is het niet gebeurd. En vice versa. Want uh, het moet daar staan voor het systeem om zijn gedrag aan te passen. En als een systeem zijn gedrag niet aanpast, is het niet gebeurd. Nou, waarom zou je dat doen? Nou, we hebben een aantal uh, cases uh, uh, gezien, uh, gehoord net. Maar er zijn een aantal uh, business reasons en er zijn ook een aantal technische redenen die, uh, die interessant zijn. Ik ga ze niet allemaal aflopen. Maar uh, data mining, hè, dus uh, bij VDAB wordt het heel veel gebruikt voor uh, uh, analytics. Om beter die, die perfect match te kunnen, uh, te kunnen realiseren. Maar er zijn ook omgevingen waar uh, auditing heel belangrijk is. Je hebt bij, bij deze een audit trail. Die aangeeft precies wat er gebeurd is en alle andere delen van het systeem maken daar gebruik van. Dus je kunt alles herleiden naar die ene bron. Uh, we krijgen ook wel eens vragen van auditors die dan naar ons doorverwezen zijn door hun klanten. Van ja, hoe werkt Axon Server dan en is dat betrouwbaar? Kan dat worden aangepast? Uh, maar uh, we hebben inmiddels ook van, van klanten te horen gekregen dat uh, audits veel makkelijker verlopen met die, uh, die event stream dan dat ze verliepen zonder. Van deze wil ik eigenlijk alleen de laatste even benadrukken. De manier waarop wij, mensen, werken, is met events. Wij denken, wat, er is er, wat is er gebeurd in het verleden? En zodra er iets gebeurt, dan passen we ons gedrag daarop aan. Als we als kind van de fiets afvallen, dan zijn we iets minder geneigd om weer op een fiets te stappen. Want ja, dat ging fout. Elke keer dat ik het geprobeerd heb, ging het fout. Maar goed, gelukkig hebben we dan ouders die ons alsnog die fiets opduwen en zeggen, ik hou je wel vast. En dan doen we dat een halve meter en dan laten we ze los en dan hebben ze niet door. En vervolgens fietsen ze lekker door. Maar mensen, mensen werken event gedreven. Maar we hebben ons aangeleerd, of nee, ze, onze professoren in het verleden, hebben ons aangeleerd om in datamodellen te werken. Third normal form, heilig. Um, en vervolgens gaan we weer op dat datamodel proberen terug te vertalen naar gedrag. En dat is echt heel ingewikkeld. Daar, daar zijn onze hersenen niet heel erg voor, uh, voor gemaakt. Dan kunnen we ons in trainen, maar daar komen we wel een keer een grens tegen. Op het moment dat je met events gaat werken, en ik heb dit uh, in, in systemen zien gebeuren die, die heel complex zijn. Um, Overheidsregistratiesystemen uh, hebben we er nog eens een handje van. Um, die modellen worden heel complex, terwijl dat helemaal niet nodig is. Als je gewoon bedenkt wat er gebeurd is, en een gebeurtenis in het verleden voorkomt dat nieuwe dingen mogen gebeuren. Ja, als dit gebeurd is in het verleden, mag dat niet meer gebeuren. Nou oké, okay, dan snappen we dat. Dus ik zou, uh, ik zou jullie willen uitdagen om, om eens een keer op die manier naar, uh, naar software te kijken of het niet veel eenvoudiger kan. Het probleem van event sourcing is dat het heel goed kan vertellen uh, hoe je uh, kwam op de plek waar je bent, maar het is niet zo heel goed om je te vertellen waar je bent. Als jij in de winkel staat en je wil iets kopen en het enige wat je hebt is je, uh, je betaalgeschiedenis, dan uh, gaat het wel een tijdje duren voordat je doorhebt of je nou wel of niet genoeg geld hebt. Als je al die berekeningen moet uitvoeren om te weten wat je huidige banksaldo is. En dit is waar uh, CQRS, Command Query Responsibility Separation, een grote rol speelt. Ik zal er niet al te veel op induiken, maar het idee van, uh, van CQRS is dat je een deel van je systeem uh, inricht om zo snel mogelijk beslissingen te nemen. Wat is een beslissing die ik moet maken? Wat is de data die ik nodig heb om die beslissing te nemen? En ik gebruik de events om die beslissing op een betrouwbare manier te, te nemen, maar ook vast te leggen. Dus ik leg het ook vast als een event. Dus daar gebruik ik event sourcing. En vervolgens heb ik een ander deel van het systeem en die is ingericht om um, componenten inclusief mensen, buiten het systeem te vertellen wat de huidige staat van het systeem is. En die gebruikt events en die projecteert als het ware al die gebeurtenissen in een, in een datamodel wat ervoor zorgt dat we snel antwoord kunnen, geven op, antwoord kunnen krijgen op de vragen die we hebben. En een uitdaging die we vaak zien is, uh, ja maar eventual consistency. Nu kan ik een, een systeem zeggen dat hij iets moet doen en dan ga ik iets vragen, maar dat event is nog onderweg en dan krijg ik antwoord, een oud antwoord op mijn vraag. Dat is, uh, dat is eng. Dat vinden developers heel eng. Dus daar moet je vooral ook niet over praten. Uh, zeker niet s'avonds als de zon onder is. Alleen, wat wij als developers dan vervolgens gaan proberen te doen... is we gaan het uh, proberen te voorkomen. We gaan proberen alles maar consistent te krijgen. En als gevolg krijgen we het enige wat erger is dan eventual consistency. Eventual inconsistency. En dan zijn we weer terug bij ons verhaal van de telefoongame... De data is uiteindelijk niet correct, et cetera, et cetera. En de oplossing daarvoor, en ik heb echt nog uh, twee minuten nodig als dat oké okay is. De oplossing daarvoor is om niet event driven gewoon te doen en zien als een, een, een technische leukigheid. Maar en dit moet ik altijd op een hele specifieke. Ik heb mensen beloofd om dat op een hele specifieke manier te zeggen. De oplossing is. be event driven. Het is een mindset, een lifestyle. Yeah? Je bent event-driven of je bent het niet. Je, ja, je, het is niet iets wat je doet, nee, je bent het. Als organisatie, als individu. Goed, dat dus. <laughs> hoe moeilijk kan het zijn? He, dat is een term die we ook wel eens uh, gebruiken. Uh, liever niet hardop, maar uh, ik weet zeker dat elke developer uh, ongeveer 20 keer per uur denkt: hoe moeilijk kan het zijn? En dan ook 20 keer per uh, datzelfde uur denkt: oh ja. Um, Zeker in, in message-driven systemen uh, zijn er heel veel kleine mugjes waar we rekening mee moeten houden. En daar moeten we ons voor, uh, voor bewapenen. En ik ga ze zeker niet langs. Uh, maar de oplossing is tools. De goede tools gebruiken. Zorgen dat wij uh, tools tot onze beschikking hebben die ons kunnen helpen. En deze zijn al genoemd. Uh, vaker gelukkig door anderen dan door mezelf. Dus ik ga ze niet nog meer benoemen. En deze ga ik even overslaan. De, de juiste tools gebruiken uh, helpt, maar het is meer dan alleen maar: ja, pick, your, pick your tools, het mogen die tools van hun zijn of die van ons, of uh, uh, stop een logootje daar. Maar om echt event-driven te zijn, uh, is meer dan alleen maar uh, de goede knuppel in je hand en, uh, en gaan. Maar wat je daarvoor nodig hebt, is Mr. Miyagi. Kent iemand deze niet? Dan weet ik meteen hoe oud je bent. Dit um, is een film uit 1984, uh, Karate Kid en uh, de jongen, Daniel, die wil karate leren en uh, vindt uiteindelijk een, uh, een Japanse uh, dorpsgenote die hem dat wel wil leren. Dat kunnen uiteindelijk alleen maar door, uh, Japanse dorpsgenoten uh, aanleren. En uh, uiteindelijk uh, um, uh, komt het goed, hè? ik ga je karate leren, hier is een spons, hier is wax, daar staat mijn auto, succes ermee. Ga mijn auto maar waxen. En die jongen heeft geen idee, wat moet ik hier nou mee, want het slaat helemaal nergens op. Moet ik een auto waxen, moet ik uh, CICD, moet ik uh, weet je wel, test driven, whatever. Kan uitschelen? Maar het gaat over die, die muscle movement, de practice. Maar het gaat ook over discipline. En het gaat over oefenen en doen en doen en doen. En als je microservices goed wil doen, moet je auto's wassen. Ja? Vooral de mijne, nee, ik zal je vertellen waar die staat. Nee, gelukkig hoeven wij geen auto's te wassen, maar er zijn wel heel veel van die vervelende techniekjes en die moeten we ons echt eigen maken. En we moeten soms ook de discipline opbrengen om nou eens wel een beetje design upfront front te doen. Niet heel veel, niet alles. We moeten er nog steeds ervan uitgaan dat onze wereld continu verandert. Dus hoe meer tijd we kwijt zijn aan designen, hoe meer die wereld veranderd is en hoe slechter ons design uiteindelijk uitpakt. In onze wereld is het uh, wachsen van auto's uh, meer het uh, lezen van, uh, van bijvoorbeeld dat blauwe boek. Daar zit echt wel, uh, wel interessante informatie in. Maar het zijn ook uh, zaken als eventstorming en eventmodeling. En dit zijn designtechnieken die heel erg events gebruiken als uitgangspunt. En die ons in staat stellen om een systeem te ontwerpen. En in het geval van eventstorming uh, is dat niet alleen maar een IT-systeem, maar ook mensen. Uh, het schijnt dat je een trouwerij kan plannen met eventstorming. Heb ik zelf niet gedaan. Ik vind dat echt te eng. Um, maar uh, event modeling is een techniek die uh, in principe dezelfde aanpak uh, gebruikt, uh, vanuit events begint, uh, maar wel meer is toegespitst om uh, een IT-systeem te ontwerpen en ook te bouwen. En wat je ziet is dat dan de, uh, de, de ontwerpen die je maakt en de code die je schrijft, die kan je heel goed aan elkaar linken. Je kan heel goed aan de hand van het ontwerp zien als hier iets verandert, moet ik daar in de code zijn om dat te veranderen. Mocht je meer informatie willen, uh, ja, ik heb een, uh, een demo die ik nu even heb overgeslagen vanwege de, de tijd. Maar, uh, uh, mocht je toch uh, die demo willen, willen zien, uh, dan zijn daar wat, uh, wat, wat bronnen. En we hebben wat, uh, wat websites. Uh, maar vooral als je er meer over zou willen weten, we organiseren in september een, uh, een tweedaagse conferentie. Tenminste, het is een eendaagse conferentie en een eendaagse unconference. Unconference is een heel eng concept. Het uh, is een conferentie waarbij je mensen uitnodigt, maar geen idee hebt waar ze over gaan praten. En als organisator is dat uh, best eng, want je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Uh, ik heb nog nooit een unconference meegemaakt die niet uh, positief uitpakte. Dus het is een kwestie van zorgen dat de juiste mensen er zijn. En uh, ik weet zeker dat er ook een aantal van jullie uh, uh, de juiste zijn. Dus dat uh, nodig je van harte uit. En uh, de tweede dag gaat wat meer over... Um, over Axonic en over uh, onze visie op, uh, op event-driven uh, systemen. Dus als je geïnteresseerd bent, dan zijn dat de plekken waar je naartoe kan. Dank jullie wel.